De Grote Wereld is een dynamische theatervoortelling naar het gelijknamige boek van Arthur Japin. Op een of andere manier de taal van het theater, van het circus, dat is iets waar ik mee ben opgegroeid. En ik ben heel erg benieuwd, want ik heb er nog niet zo heel erg veel van gezien, hoe die nieuwe elementen iets toevoegen aan het verhaal. En juist het feit dat je heel veel van die literatuur weg moet gooien, dat vind ik eigenlijk alleen maar heel erg goed. En ze moeten zelf opnieuw aan de slag en dat gaan we nu zien. Iedereen is gelijk geweest. Denk aan vroeger, toen je zelf nog naar iedereen op moest zien. In deze afwisselende circus-danstheatervoorstelling door jongeren wordt over de wereld van een rondreizend gezelschap bestaande uit kleine mensen verteld. Ook jij had op een hoge stoel moeten klimmen om bij de tafel te kunnen komen. Lemmy en zijn grote liefde Rosa, twee kleine mensen, hebben geheimen, verlangens en angsten als iedereen. Wanneer de Lilliputterstad, waarmee Lemmy en Rosa als bezienswaardigheid rondtrekken, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog door de nazi's wordt gesloten, moeten zij noodgedwongen een nieuwe weg inslaan. Sinds Lemmy en ik uit onze stad waren verdreven, speelde alles zich boven ons af. En mensen is er niet op gebouwd om allemaal maar weer omhoog te krijgen. Maar gek genoeg kost het omgekeerde niemand moeite. Acrobatiek, muziek, dans en wonderlijke creaties vormen de ingrediënten van dit indringende verhaal dat Arthur Japin baseerde op ongelooflijke maar waar gebeurde feiten uit de geschiedenis.